Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Bewolking boven Nederland met van tijd tot tijd buien. En die bewolking blijft boven het zuiden van het land sowieso hardnekkig. Misschien in het noorden een enkele opklaring vanochtend, maar dat stelt ook daar nog niet veel voor. In het noorden valt lokaal een bui en de droge momenten wat langer. En in de ochtend is het 14 tot 16 graden. Vanmiddag wordt het 19 of 20 graden. Het weerbeeld verandert niet of nauwelijks. De meeste regen valt in het zuiden. In het noorden af en toe een opklaring met misschien een klein beetje zon. Maar veel stelt dat niet voor. Dat wordt vanavond wat beter. Dan klaart het in het noorden wat meer op. Maar in het midden en zuiden blijft het gewoon grijs en van tijd tot tijd regenachtig. Het weerbeeld verandert morgen in eerste instantie ook niet of nauwelijks. Er valt wat regen in het binnenland, langs de kust een bui. Later op de dag in het noordwesten en westen misschien wel wat zon. En temperaturen rond of net iets boven de 20 graden. Dat verandert op donderdag en vrijdag nog niet of nauwelijks, maar de kans op neerslag neemt al duidelijk af en er komt meer ruimte voor de zon. Met wat geluk is het zaterdag op de meeste plaatsen droog, hoewel een enkele bui nog niet is uit te sluiten, maar met meer zon loopt de temperatuur dan op naar 23 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.